Als je jezelf zou moeten kenmerken, dan is de vraag: wat voor een persoon is Eo? Ik kan mezelf wel begrijpen, maar ik kan niet vertellen wat een ander zou kunnen weten als ik iets zeg over wie of wat voor iemand ik ben. Nee, dat kan ik niet. Kun je iets vertellen over wat je van jezelf begrijpt? Nou, ik begrijp redelijk veel van mezelf en over mezelf en over wat mijn leven heeft betekend, hoe ik ben opgegroeid, wat ik daarin heb meegemaakt. Nou, laatst bij de TED-talk die ik heb gehouden, ben ik begonnen voordat ik geboren ben. Want dat had ook betekenis of invloed op wie ik ben geworden uiteindelijk. En dat begon dus met hoe mijn vader is opgegroeid en wat hij heeft meegemaakt. Hoe hij daardoor is geworden, de vader die hij is geworden voor mij. Hoe mijn moeder heeft geleefd voordat ze mijn vader ontmoette. Hoe zij met elkaar hebben gevonden vlak na de oorlog, Tweede Wereldoorlog. Mijn vader kwam uit de oorlog in Indonesië. Daar had hij voor de oorlog gewerkt op een plantage en was in de oorlog terechtgekomen en door de Japanners in een Japanenkamp gevangen gezet. En na de oorlog is hij een tijdje hersteld, door de Australiërs bevrijd en in Australië even hersteld en toen naar Nederland teruggekomen. En zijn ouders woonden in Heemstede, Haarlem, en mijn moeder woonde ook in Haarlem, vlak bij elkaar. De ouders kenden elkaar en nou, die hebben elkaar ontmoet. En het was blijkbaar liefde op het eerste gezicht. En mijn moeder wilde wel op avontuur, die wilde de wereld wel in. Ze was enigszins kind. Tenminste, ze had alleen een stiefzus, maar die was veel ouder. En mijn vader die had wel weer het idee van nou, ik wil weer terug naar Indonesië, want daar had ik mijn leven, ik had daar een positie. De witte man die een makkelijke rol had om in zo'n situatie te kunnen leven waar je verantwoordelijkheden hebt over de inlanders en voor de rest gewoon als Europeaan leven. Dus ja, ze dachten dat daar wel weer kon worden opgebouwd en dat is helaas, kwamen ze van een koude kermis thuis. Want er kwamen politiële acties, de Indonesiërs hadden zichzelf onafhankelijk verklaard. Toen zij in Indonesië waren, ben ik daar geboren. En met 6 maanden zat ik alweer op de boot terug naar Nederland. En mijn ouders dachten eigenlijk van, ja, Indonesië is mislukt, maar mijn moeder wilde toch wel graag ergens heen. Tropen trokken haar, dus zij dacht van, nou, we gaan naar Zuid-Afrika of naar Brazilië. Maar mijn vader heeft dat niet aangedurfd. Dus dat ging niet door. Maar de vader van mijn moeder die had een houthandel. En mijn vader had eigenlijk geen opleiding, whatever, buiten de tropische landbouw die hij kende, waarvoor hij een beetje was opgeleid. Dus ja, die kreeg het aanbod van, goh, kom maar bij mij in de zaak. Dan kan jij hem later overnemen als ik de zaak moet overdragen. Dus ik kreeg die kans. Ik werd naar Zweden gestuurd om een beetje het houtvak te leren. En maar ja, dat was niet weggelegd voor mijn vader. Dat was hij helemaal niet voor in de wieg gelegd. Hij kon slecht leren eigenlijk. Hij kon heel goed piano spelen, maar niet zakelijke dingen leren. Maar goed, hij mislukte ook dus in dat aanbod van jij vindt van mij de houthandel komen. Kon hij helemaal niet. Ze hebben nooit echt naar hem geluisterd. Nooit echt gekeken van, wat vind jij nou belangrijk in je leven? Waar ben je goed in? Wat vind je prettig? Hoe wil je leven? Hij had gewoon bar pianist moeten worden bijvoorbeeld. Dat kon hij uitstekend. Dat was een hele gezellige man. Ja, voor feesten en partijen en whatever. En later heeft hij dat af en toe wel een beetje kunnen doen, maar
Hij heeft nooit die erkenning gekregen van, god, jij bent belangrijk, jij doet het toe. Wat jij belangrijk vindt, waar jij goed in bent, waar jij plezier aan beleeft, is belangrijk. Nee. Wat wij belangrijk vinden, is belangrijk. En dat gold eigenlijk ook wel voor mijn leven, die ja, daarmee begon. Dat mijn moeder ook wel weer verwachtingen had van mij. Want haar man, ja, die mislukte dus. Die kon niet beantwoorden aan het beeld en de verwachting die zij ook had van hem. Mm-hmm. Als de man van haar, het hoofd van het gezin, die zou kunnen voorzien in alles wat er vroeg. Dat kon niet, dus zij moest het doen eigenlijk. Yeah. Dus waar hij mislukte, moest ik lukken. Dus ik kreeg dezelfde verwachtingen eigenlijk over me heen. God, dan moet jij dat maar gaan realiseren. Mm-hmm. Wat mijn man niet is gelukt, dat moet jij dan maar gaan doen. Dus uiteindelijk na mijn lagere school, middelbare school, zaten er al heel wat verwachtingen aan mijn leven, zeg maar. Ja. Ik moest eigenlijk die directeur dan gaan worden die mijn vader niet heeft kunnen worden. Okay. In die houthandel, die zou ik moeten over gaan nemen. Dus, ja. Economie gaan studeren. Dat was letterlijk zo dat de bedoeling was? Ja. Dat was letterlijk zo. Ja. Dus ook naar mij is niet geluisterd of niet gekeken naar wie ik was en wat ik zou kunnen zijn en waar ik plezier in beleefd of wat voor mij gold als hoe ik was, wie ik was. Ik was een wat dromerige jongen gewoon. Dat was niet zo snel lerend. Ik was geïnteresseerd in andere dingen, maar wat dromerig. Ja. Dus dat werd dan gauw opgepikt als van, goh, ja, gaat niet goed met die schoolloopbaan van die jongen. Dus wij moeten gaan onderzoeken wat er mis is met hem. Ik was niet iemand met een 8, maar iemand met een 6. Ja. Nou, ik vond het daarvoor ook wel oké, een 6. Daar kom ik ook verder mee. Maar dat vond mijn moeder dus niet zo. Dus dat leidde meteen tot, dat we een beetje onderzoeken van. Bloedonderzoek gedaan, ik moest naar een psycholoog, een beetje onderzoeken wat er altijd mis is met die jongen. Yeah. Nee, voor was er niks mis, maar ik was gewoon een dromerig jongen. Yeah. Ik vond het prettig om buiten te zijn, om me heen te kijken, naar de andere kinderen te kijken. Ik had geen haast. Ah. Maar ik had contact met op een gegeven moment met een psychiater. En dat was eigenlijk de eerste die tegen mij zei, maar jij hebt toch Indonesische achtergrond. Betekent dat niet iets voor jou? In dat wat trager zijn of morgen zo goed. Hm. Dat zei ze ook. Dat was de eerste die daarop lette, weet je wel. Of waar komt dat misschien vandaan? Heeft dat betekenis voor je? Hm. Maar het is nooit eerder aan de orde geweest. Nooit iemand die daarna belangstelling heeft getoond inderdaad. Dat überhaupt heeft bedacht dat een rol kan spelen in hoe je leeft, wie je bent, wie je kan zijn. Maar ik had wel dat verwachtingspatroon zat erin, dus ik ben wel economie gaan studeren. Okay. Maar vrij snel was dat al zoiets van dat zakelijke en dat bedrijfseconomie en dat geld en zo, dat was niet iets wat bij mij paste. Mm. Dus ik ben heel snel sociologie gaan studeren, psychologie gaan studeren als bijvakken. Dat werd eigenlijk een soort hoofdvak voor mij. Okay. Dus ik was meer geïnteresseerd in wat het voor mensen betekende, dat economische, dan dat economische zelf wat belangrijk was. Dus ik ben ook daarna terechtgekomen in organisatieontwikkeling, organisatieadviesfunctie, organisatieverandering. Dat onderzoek ook daar gedaan op de universiteit. Samen met een onderzoeker van het psychologische lab. Maar dat werd mijn werk uiteindelijk. Werken met mensen in een organisatie. Okay. En dat vond ik interessanter, leuker, boeiender. Dan dat pure zakelijke, economisch goed te organiseren bedrijfsproces, om het zo maar te zeggen. Het gaat er altijd, ging het er altijd om, om mensen in staat te stellen hun eigen verhaal te doen, hun eigen leven vorm te geven. Iets wat ik
En mijn vader dus niet gelukt is in eerste instantie. Maar wat wel mijn motivatie is geweest om het ook wel aan anderen te gunnen, zeg maar. Ja. Op basis van wat ik daarin ervaren had, geleerd had. Hoopte iets bij te kunnen dragen aan die ander, zeg maar. Hm. Om die wel in staat te stellen dat te doen wat voor hun belangrijk was. Mijn moeder vond dat ik niet meer thuis moest wonen, omdat ik eigenlijk de rol op me had genomen om de vader van mijn vader te zijn. Hem een beetje te ondersteunen, te helpen, omdat hij in een afkeuringsproces zat en veel thuis was. Eigenlijk... Afkeuring van zijn werk? Ja. Dus dat vond mijn moeder ongezond voor mij, dus die dacht van joh, je moet snel het huis uit. Dus ik ben vrij snel toch wel op kamers gezet, om het zo maar te zeggen. Ik heb er niet zelf voor gekozen. En daar ben ik toch wel redelijk snel min of meer vereenzaamd in Amsterdam, in die grote studentenwereld. Hoe vond je dat je moeder dat toen deed? Ja, dat vond ik natuurlijk niet prettig, niet plezierig. En, dat betekende vereenzaming. En na een tijdje kom je erachter dat je dan ook wel bij studentenpsychologen terecht kan. En, dat je daar wat ondersteuning kan krijgen. Dus vrij snel in een soort groep terechtgekomen van studenten met vergelijkbare problemen. Mm. Groepstherapie. Dus daar begint een beetje een verhaal van God, vaak toch niet adequate ondersteuning, niet adequate hulp. De manier waarop hulp, ook zelfs psychologisch of psychiatrische hulp wordt aangeboden, is vaak aanbodgericht en niet vraaggericht. Ik denk dat ik niet meteen in een groepstherapie, groepssessie terecht had moeten komen. Ik denk dat er eerst het gesprek tot stand had moeten komen van wie ben je, waarom ben je hier, wat is er gebeurd, wat heb je nodig, denk je. Kun je iets delen over wat anderen daarin ook meemaken? Heb je daar misschien wat aan? Wil je dat eens proberen? Hm. Maar het was gewoon elke keer, ik ben het veel te vaak tegengekomen, aanbod gericht. Dat is iets van, zo'n groepstherapie is iets van waarvan men verwacht dat het zichzelf, dat het zelf al helend is, moet ik zo moeten zeggen. En dat is niet zo, vind ik. Dus er is alvast een beeld aanwezig over wie jij bent en wat je nodig hebt. Het is een soort vooringenomenheid op basis van veronderstellingen, op basis van een beeld dat bijvoorbeeld in opleidingen gecreëerd wordt van psychologen en psychiaters en zo. Je trapt in de val van willen gaan helpen. Terwijl die ander eigenlijk in staat. En dat willen gaan helpen, daar zit dus ook impliciet in willen gaan bepalen. Ja, zeker. Of willen gaan controleren. Ja, zeker. Dat is nog erger, ja. Maar dat zit er ook in. Tijdens mijn studietijd, daar was die studentenpsycholoog ook. Maar daar was ook een studentenreis naar de wintersport. En daar ontmoette ik mijn eerste echte vriendin, met wie ik ben gaan samenwonen. Hm. Dat was een hele leuke, spontane meid. Een Amsterdamse. Uit een groot gezin in Amsterdam-Oost. Werkte bij een kinderhuis, een burgerweeshuis. Maar gaandeweg elkaar leren kennen, leerde ik van haar dat zij in haar gezin was misbruikt. Dus die relatie begon alweer wat lastiger omdat ik daar mijn eerste echte hulpverleningsval zelf ervaren. Want ik ging haar helpen, ik ging haar redden. En dat is niet een gezonde basis voor een relatie eigenlijk achteraf gezien. Maar goed, er ontstond ook iets door haar ervaring en doordat zij ook weer naar een avondschool ging, opleiding ging volgen, omdat ze verder wilde.
in een vriendengroep terecht was gekomen daardoor, die ook een beetje experimenteerde met weed en hash en in die scene, ervaarde zij bijzondere belevingen, om het zo maar te zeggen, die ik later uitleg als psychotische ervaringen, om het zo maar te zeggen. Onbegrepen ervaringen, die ik ook niet begreep, maar ja, voor haar waren ze mooi, bijzonder, maar ook wel lastig. En ik ben met haar naar Jomanda geweest en ik ben met haar alternatieven gaan uitzoeken van ja, dingen die misschien iets voor haar konden betekenen, zodat ze een verhaal kon maken wat van haarzelf was. Ja. Zo leg ik het in ieder geval nu uit. Dus ik heb het uiteindelijk ook een aantal opnames in die periode gehad. Ik werkte in Amsterdam bij die G-bank, waar ik leuke dingen probeerde te doen. En ik had een gezin thuis met een ja, beschadigde moeder, die weliswaar in de tussenliggende periode hele warme, leuke, lieve dingen met onze toen twee kinderen deed, maar niet erg geschikt was om een stabiele moeder te zijn voor het gezin, voor ja. ons gezin. Dat betekent uiteindelijk dat ook de vertrouwensarts van de kinderen van de school op een gegeven moment zei van hier wordt het voor de kinderen te beschadigend. Ja. Die moet nou stoppen. Dus ik krijg het signaal en toen ben ik uiteindelijk met mijn kinderen uit die relatie gestapt. Ik heb mijn kinderen meegenomen, mijn ex anders gewoond. Hier in Haarlem. Dus ja, moeder en kinderen gescheiden. Ik van haar gescheiden. En ja, dat betekent voor mij weer een hele nieuwe opgave. Want ik moest alleen voor de kinderen gaan zorgen. Ik was ook al in die periode redelijk gestrest, overspannen, burn-out-achtige dingen. Ik werkte niet meer. Ik was tijdlangende ziekte werd in die periode overspannen. Ik ben in een afkeuringsproces terechtgeraakt, de WHO. Dus ja, het was voor mij weer heel erg lastig. Ik heb wel een tweetal pogingen gedaan om weer terug te komen in het werk. Dus met therapeutisch werken, halve dagen. Maar ik had ook thuis voor twee kinderen te zorgen. Dus het werden tijdelijk ook soms sleutelkinderen, om het zo maar te zeggen. Ik kreeg zelf een sleutel mee. En moest zelf naar huis, totdat ik uit mijn werk thuis kwam. Dus ja, dat maakt allemaal dat het niet makkelijk was voor mij om daar met hun zo'n doorstart zeg maar, te maken. Dat levert ook op een gegeven moment weer wel zoveel stress op dat ik depressief werd, ernstig depressief. Tot op het punt dat ik zelfs dacht van nou, dit gaat niet meer lukken, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Ik geef het op. Zelfmoordpoging. En een opname en mijn kinderen aan het huis, een paar maanden, tot ik dat weer welkom en de kinderen wel weer thuis kwamen. Ja, dat was heel beroerd uiteraard. Eerst was ik een soort halve hulpverlener, criticast van de psychiater en toen was ik zelf patiënt van. Ja, dan kom je ook weer rare dingen tegen. Hulpverleners die het niet snappen, die te jong zijn. Toen je opgenomen was. Ja. Ja. Maar ik ben daar, ik ben daar niet geholpen. Ik krijg daar een kwartiertje of 10 minuten per week met een psychiater en die gaat over de medicatie, over de aansluiting, ik wat er gewijzigd moet worden. En voor de rest doe je iets met een anamnese en onderzoek je dit en onderzoek je dat. Geen enkele vorm van, hoe was het eigenlijk daarvoor, voordat je hier kwam? Hoe is het thuis? Hoe gaat het met de kinderen? Niets. Helemaal niet overgegaan. Het is een contextloze behandeling. Totdat ik weer een nieuwe relatie tegenkwam. En ik had nog steeds niet genoeg geleerd. Want daar kwam ik een vrouw tegen die net in een scheiding lag. Of althans net gescheiden was.
daarin nog steeds wat kwetsbaar. Maar het was een hartstikke leuk, een spontane, perfecte vrouw. Met twee dochters, sportief, lief, warm. En ik denk, daar gaan we wat van maken. Ik met mijn twee zoons en mijn twee dochters. Maar dat was een stukje context. Ik had schulden gemaakt daarvoor. In mijn hypomanie. Ik moest eigenlijk mijn huis hypomanie. Dat had je achter na die depressie? Ja. Ik was uit die kliniek gekomen van het gaat weer goed met mij, ik ga vooruit. Ik heb veel geld uitgegeven, auto's gekocht, leuke dingen gedaan met kinderen. Leuke vakantie in het buitenland. Maar goed, ik had schulden. Eigenlijk moest ik mijn huis verkopen. Dus toen die kans zich voordeed, min of meer van goh, ik heb ook iemand ontmoet die een huis heeft en twee kinderen. En ik heb twee kinderen, waarom gaan we niet samenwonen? Dus toen zijn we dat gaan doen, ik ben gaan samenwonen. En in haar huis. Dat is niet helemaal geworden wat het had kunnen zijn of wat het moeten worden. Mijn oudste zoon was al zover dat hij naar de universiteit ging. Die woonde nog wel thuis. Die is vrij snel het huis uitgegaan. En mijn jongste zoon zat in zijn voor-eindexamenjaar. En dat paste gewoon niet. Ons gezinnetje, in haar gezin. De dochters hadden de grote kamers. En mijn zoons die zaten op een zolderkamer. Dat heeft nooit echt goed gewerkt. Onze cultuur en hun cultuur. Zij bepaalden hoe het ging. Dus de jongste is op een gegeven moment naar begeleid kamerwonen gegaan. Daar ging het redelijk goed. Hij heeft zijn eindexamen gehaald en zo, dus dat is allemaal redelijk goed gegaan. Maar wel, ja, jammer natuurlijk dat het niet lukt. En ik was bij die vrouw gebleven. Met haar dochters. Ze waren ook al inmiddels wat één uit huis. Op een gegeven moment had zij het gevoel dat onze relatie eigenlijk over was. Dat zei ze op een gegeven moment ook tegen me wat vaker. Terwijl ik dacht van dat klopt helemaal niet. Onze relatie is perfect. Ik ben verliefd. Er kon helemaal niks aan de hand. Ik heb dat nooit begrepen, nooit gevoeld dat het over was. Maar het was haar huis. Dus op een gegeven moment zei ze van nou is de deur dicht. Zoek het maar uit. En toen was het dakloos. En toen? Ja, toen was ik dakloos. En dat was weer een nieuwe ervaring, want dat heb je ook nog nooit meegemaakt, nooit beleefd. En hoe ga je daar dan mee om? Daar schaam je ook voor, dus ik schaamde me daarvoor in ieder geval. Je ontwijkt iedereen die eventueel mogelijk daarin hulp zou kunnen zijn. Je moet aankloppen bij eventueel familie, vrienden of wat dan ook. Ik deed dat niet en heel veel mensen doen dat niet op grond van dat soort schaamtegevoelens. Waar komt die schaamte vandaan volgens jou? Nou, dat je niet in staat bent om je eigen broek op te houden, maar zou ik zeggen. Dat het je niet gelukt is, dat je mislukt bent in gewoon een huis te kunnen hebben, gewoon een relatie te kunnen onderhouden, gewoon te kunnen functioneren. Ik ben niet in staat geweest op tijd de bakens te verzetten of om iets te regelen in het vooruitzicht van dat het dan misschien aan te komen. Ja. Ik ben niet in staat geweest om te zorgen dat ik geen schulden had, zodat ik me kon inschrijven bij een woningbouwvereniging of weet ik veel waar. Ik ben niet in staat geweest om dat allemaal te regelen. Ja. Dus ik ben mislukt. Ik word op straat gezet. Ik heb geen resources meer. Hm. Dus op dat moment deed ik er niet toe. Ja. Zij bepaalde iets voor mij. Ik deed er niet toe. Mijn gevoel over haar deed er niet meer toe. Mijn omstandigheid dat ik niet iets geregeld had, deed er niet toe. Nee. Dat ik op straat zou gaan moeten verblijven, deed er niet toe. Oftewel, ik doe er niet toe. En dus, ja. Ja, ja. Is daar misschien schaamte voor? Dat het blijkbaar niet door anderen wordt
erkend of niet door anderen wordt gezien. Wat ik wel eens gebruik als ik aan mensen probeer uit te leggen wat er gebeurde op het moment dat ik in de opvang, maatschappelijke opvang voor het Leger des Heils zat, vragen mensen wel eens wat is er toen gebeurd waardoor je er weer uit bent gekomen. Ja. En dan gebruik ik vaak het idee of het begrip van dat ik voor mezelf heb ontdekt dat ik zelf waarde had. Dat ik mezelf waarde kon toekennen. Dat ik het waard was voor mezelf om iets te gaan doen. Mm-hmm. Om iets te gaan doen dat voor mezelf betekenis had en voor anderen mogelijk betekenis had. Dus het jezelf waarde toekennen, dat heb ik toen pas echt ontdekt, moet ik dan zeggen. Of toen pas mezelf toegestaan. Er was een gebruikelijke soort bewonersoverleg of een gesprek met bewoners door de staf één keer in de week. En als je dan vragen had, of kritiek of suggesties, dan werd dat meegenomen in het stafoverleg. En dan soms kwam er een antwoord terug. Maar meestal was het antwoord nee. En soms was het antwoord ja. Maar er kwam nooit een uitleg over. Er kwam nooit een toelichting of een uitwisseling. Ja. Het was of nee of het was ja. En als je daar tegenin ging omdat je vond dat daar een gesprek over moest kunnen plaatsvinden of een uitwisseling van argumenten, dan was je lastig en dan moest je je mond houden of werd je niet meer toegelaten tot die vergadering. Dat gebeurde op een aantal momenten ook dat ik merkte dat er tussen stafleden dingen over mij werden uitgewisseld die niet klopten en die blijkbaar in mijn dossier stonden. Ik wil mijn dossier graag lezen. Daar heb je recht op, wist ik op een gegeven moment. Nee, no way. Ik zei, hoezo? Je hebt daar recht op. Nee hoor. Dus dat heb ik tot de directeur moeten volhouden, totdat ik wel natuurlijk mocht en zou gaan lezen en mocht corrigeren wat er in dat dossier stond. Maar dat niet vanaf het begin gewoon vanuit de samen naar gaan kijken. Ja, dat absurde van jij bent een dakloos nummer dit en je hebt geen rechten hier. En dan ben je een hulpverlener die ervoor geleerd heeft, dat is al één ding. Twee is dat je pas een goede hulpverlener bent als je samen op weg gaat om te kijken wat voor oplossingen beschikbaar zijn, toch? Nou, dus daarom dacht ik van, ik ga me hier maar eens tegenaan bemoeien. Ja. Ik zou toch niet meer gaan werken. Dat zag ik niet meer gebeuren. En ik had voor mezelf gedacht dat ik dit belangrijker vond dan al die andere dingen die ik bij de bank deed, zeg maar. Ja, een soort nieuwe missie of zo, weet ik wel. Ik vond dat mensen er recht op hadden om ook in die situaties ertoe te doen. Ja. Dus ik ben in de cliëntenraad terechtgekomen en in de WMO-raad en met onderzoekers gesproken, met de zorgverzekeraar. En uiteindelijk ja, ben ik dat soort dingen gaan doen. Yeah. Om het voor andere mensen hopelijk wat toegankelijker te maken als je in zulke shit situaties terechtkomt. Yeah. Edo is iemand die vindt dat er naar mensen geluisterd moet worden. Absoluut. Dat is wel een eentje die er was met grote... Met grote neonletters. Ja. Dat is echt waar. Toen ik die dakloze periode achter me had en bij 24 uur opvang, daar weg was en weer zelfstandig ben gaan wonen. Toen had ik zoiets van, nu ben ik lekker autonoom. Ik heb niet de behoefte om weer samen te gaan wonen. Die ingewikkeldheden hoefde ik niet meer. Ik had zoveel mensen om me heen op dat moment waar ik hartstikke leuke, prima, warme contacten mee had, dat ik niet zoiets exclusiefs meer nodig had of wilde.
om mijn leven inhoud te geven of weet ik veel wat. Dus ik vind het prima om samen met mijn kat lekker thuis te kunnen zijn als ik er ben. Hmm. En voor de rest ben ik bijna altijd de hort op. En ben ik hier of daar en kom ik mensen tegen. En dat is genoeg. Ik noemde het net ook al een soort valkuil. Hmm. Aan de ene kant was het, en is het een valkuil van hulpverleners als zij in de hulpverlening mensen willen proberen te helpen. Yeah. En aan de andere kant heb ik natuurlijk zelf ook diezelfde valkuil ontdekt in mezelf door hoe je omgaat met mensen die af en toe iets nodig hebben en hoe je daarop kunt reageren en hoe je daarmee omgaat. Yeah. Ik was in een aantal van mijn relaties de hulpverlener die in die val is gestapt. Yeah. Ik wilde de ander gaan helpen. Dat gaat niet goed. Nee, en in een aantal situaties ja. Had je hulp nodig ja. En heb je dat radicaal niet gekregen. Ja, klopt. Ja. Daarom ben ik ook bij het LOC nog steeds. Het LOC? LOC. Dat is? Dat is een club die een koepel is voor cliëntenraden in de zorg. En zeggenschap in zorg, en die gaat vanuit een principe of idee van waardevolle zorg. Toen ik hiermee bezig ging, bijvoorbeeld in de cliëntenraad, was ik heel snel ervan overtuigd dat ik iets meer nodig had dan alleen die ervaringen. Hm. En die kennis over die ervaring, of in die hulpverlening, of in die situatie. Maar ik had ook kennis nodig of wat de rol van de gemeente daarin was, als inkoper van zorg en ondersteuning, wat de rol van de zorgverzekeraar was, hoe die wet in elkaar zat, van de AWBZ, hoe de zorgverzekeringswet in elkaar zat, hoe je klachtenregeling in elkaar zat, hoe je daar rechten kon realiseren op het moment dat je iets tegenkwam wat je dwars zat of waar je niet gehoord of gezien werd. Dus het is ook toegevoegde kennis aan die ervaringen die je koppelt aan wat je in die ervaringen hebt meegemaakt. Waardoor maar jij had het nodig om die context te begrijpen waardoor er gebeurt wat gebeurt. Ja. Ja. Wat heeft dat met jou gedaan? Nou, omdat ik een gelukkiger mens ook ben geworden. Ja, nou, dat is nogal wat. Ja.